Wij komen vanuit Osseer bij de huiskamer. En de ruimte of plek waar we staan, dan ziet u de drangheggen achter mij. Ook nog de signs van Keep Your Distance van Staat Soli. Dus in feite heeft men een geweldige drukte verwacht bij de vaccinatiedag van de NDP. Helaas, op het tijdstip dat wij hier waren, is dat uitgebleven, hopende dat het nog later op de dag hier allemaal druk zal worden. Maar uiteindelijk heeft het te maken met gezondheid van de totale Surinaamse gemeenschap. De mogelijkheid bestond er of bestaat er bij Osseer voor Sinopharm en AstraZeneca. We spraken hier met de coördinator van het geheel en dat is dan dokter Filemon die ingaat op het volgende. Dokter Filemon, vandaag als locatie NDP Osseer, hoe is het allemaal gegaan tot nu toe? Goedemorgen, het is allemaal vlot verlopen. De locatie Osseer is aangeboden door de partij. En het is natuurlijk een deel van de samenleving die het prettiger vindt om in hun partijcentrum geprikt te worden. Dus het is dan ingewilligd dat wij dan hier op locatie de mensen kunnen vaccineren. Ja. En ik zie dat er wat naambordjes zijn geplaakt van Sinopharm en AstraZeneca, dus men kan hier terecht voor beide. Dat klopt. We hebben gemerkt toen we starten in het POC met Sinopharm dat er toch heel veel mensen kwamen om te vragen voor AstraZeneca, vooral een tweede prik. Want die periode is inmiddels ook al ingegaan dat we dan heel veel tweede prikkers van AstraZeneca gaan krijgen. En het was dan vervelend om die mensen te zeggen van die gaan naar een andere locatie terwijl ze al een heel poos in de rij hebben gewacht. Dus is toen ook vanuit de leiding van het NCT besloten om de mensen de optie te bieden ook om dat ze beide op één locatie kunnen doen. Maar het is geen mix en match, dus en-en? Nee, het is geen en-en. Het is of-of. Als je al AstraZeneca gaat de eerste keer, ga je niet zelden rijden van AstraZeneca voor je tweede prik. En zelfde ook met Sinopharm. En wat uit uw voorzichtige conclusie, wat is het waarvoor mensen toch nu, omdat ze meerdere keuzes nu hebben, waarvoor kiezen ze? Het is moeilijk te beantwoorden, omdat ze zijn niet rond dezelfde tijd begonnen. De meeste mensen die AstraZeneca wilden, hebben het ook afgelopen maanden al gehaald. En nu is het Sinopharm is er ongeveer een weekje nu, het is vorige week zaterdag begonnen. Dus de meeste mensen die nu komen, zijn de mensen die hebben gewacht op een alternatief. Dus natuurlijk gaat die groep iets groter zijn. Ja. En wat heeft u vandaag hier over het algemeen? Eerste prikkers, tweede prikkers? Meer eerste prikkers, het Sinopharm. Ja. Eerste prikker Sinopharm. En de manier van het toedienen van Sinopharm is ook net als bij AstraZeneca? Dat klopt. Er zijn niet heel veel verschillen in het protocol. Ik begrijp het zijn wel twee. De bereidingswijze en het maken van het vaccin is verschil natuurlijk van het Sinopharm verschil dat van AstraZeneca. En het enige verschil is het bij het, in de prikkamer waarbij dan het Sinopharm moet omschudden en bij de andere hoeft dat niet. Dus dat is een beetje het verschil en voor de rest is hetzelfde. Ja. En waar mensen toch nog we maanden nu bezig zijn, dokter Filemon, zijn er nog mensen die nog met vragen zitten over het heel vaccineren gebeuren? Ja, er komen nog heel veel vragen. Mensen die dan hier naartoe komen, 60-70% over de streep zijn toch even nog een paar vragen hebben om zichzelf gerust te stellen. Om dan ook, voordat ze daartoe overgaan. En het is over alle lagen van de samenleving. Hè. Ook de mensen die je zou denken van, nou, die zijn heel goed ingelezen in zaken. Die hebben ook nog extra vragen. En ook die groenteboer of die schoonmaakster hier ergens. Echt de vragen komen over de hele linie van de samenleving. Ja. En één vraag dat nu heel veel gesteld wordt is? Wat is het verschil tussen die twee? En dan kan je ze een beetje simpel uitleggen dat het Sinopharm vaccin is bereid op de oude wijze hoe vaccins worden bereid. En dat een virus verzwakt is gemaakt en dan gemaakt is tot vaccin. De nieuwere vaccins, de AstraZeneca, Pfizer, Moderna,
zijn een beetje met moderne technologie gemaakt, waarbij het virus wat is gemanipuleerd. En met spike proteins is er gewerkt, bij AstraZeneca bijvoorbeeld, en geplaatst op een adenovirus. Om het lichaam dan ook zover te krijgen om antistoffen te maken. Dus het is een andere bereidingswijze, maar hetzelfde doel hebben ze. Dat het lichaam dan voorbereid is op een echte infectie. Ja. En we lezen vandaag een bericht, dokter Filemon, dat als we kijken naar dat stukje evenredigheid, of laat ik het anders stellen, dat stukje bereidwilligheid vanuit de districten, dat niet in alle districten hetzelfde is? Dat klopt. Ik had het ook aangegeven in een van mijn eerdere interviews. Als leidinggevende hier in de mobiele unit zijn we dan praktisch naar alle districten geweest. En daar merk je dan ook dat in sommige districten het super druk is en mensen uren in de rij staan. En bij anderen, je moet wachten de hele dag en dan krijg je misschien een 30 of 40 mensen. Dus dat beeld was eigenlijk al gezien voordat de statistieken uitkwamen. Dus voor mij waren die statistieken geen verrassing. Het is duidelijk in die districten die ze hebben aangegeven waar de bereidwilligheid laag is, ook waar we de laagste opkomst hebben gehad toen we gingen. Ja, en als we zo een beetje rondom ons heen kijken, dokter Filemon, dan zou je zeggen van hier zou stampvol moeten zijn. Maar dat is het helaas nog niet. U hoopt dat door de dag heen dat wel zal gaan gebeuren? Ja, dat klopt. Een betere opkomst is natuurlijk verwacht. En ik denk dat een heleboel ook nog steeds ligt aan een heleboel mensen die twijfelen. En nog even wachten. Wij hopen dat door het steeds dichter bij de mensen te brengen. We gaan echt overal, ik zeg het zelf, als het onder uw huis moet gaan doen om ze zover te krijgen, doen we dat. En we hopen dat ook ook binnen de partij, de NDP, daar de mensen hebben gezien, ook je voorzitter, voorzittersvrouw, paar toppers in de partij die het vaccin hebben genomen, dat het daarbij ook met meer vertrouwen werkt bij de achterban. Ja. En zijn jullie niet een beetje overwerkt, dokter Filemon? Wie in de gezondheidszorg is niet overwerkt. Het is een alom probleem, ik denk over de gehele wereld hoor. Dat we allemaal veel te lange uren draaien. Maar als we dat niet doen, wie gaat het dan wel doen? En als we dat niet doen, gaan we ook nooit eruit komen. Dus we moeten nu even hard doorbeten. Totdat het een groot deel van de samenleving beschermd is. En dan kunnen we allemaal wat rustiger ademen. Want op de meeste prikpunten waar wij zijn geweest, en als u de mensen vraagt wie is de coördinator, hoor je ze in een koor zeggen, dokter Filemon. Dus ik vraag me af, van waar houdt dokter Filemon de tijd, de kracht om nog zo door te gaan? Ik weet het zelf ook niet meer, waar ik de tijd vind. Kracht krijg ik natuurlijk van daarboven, want anders zou ik niet kunnen staan. Dus de uren die we maken zijn echt onmogelijk. De tijd. Tijd moeten we echt creëren om ook naast de 12, 14 uren werken per dag, om dan nog tijd te hebben om iets thuis te doen, iets met de familie te doen. En dat is ook allemaal belangrijk. Dus we waken allemaal ook dat we geen in een burn-out belanden. Dus we proberen hier en daar toch iets wat rust in te lassen, want het is niet zo makkelijk. Maar u gaat door, voor land en volk. Ja, dat zeker. Uw oproep, dokter Filemon, tot slot. Oproep blijft hetzelfde. Prikken. Hoe sneller we allemaal gevaccineerd zijn, hoe sneller we terug kunnen naar de normale samenleving. Ik merk het al dat het al een beetje aan het opstarten is. Met de scholen, de winkels. Mensen beginnen een beetje gewend aan te raken. Maar voor een beetje extra bescherming. Dat als u mocht het zijn dat u besmettelijk is, dat u zich geen zorgen hoeft te maken. Dan kunt u dan het liefst vaccineren. En het lichaam dan een beetje het lichaam dan ready is. Dat als het extra virus komt. Dat je dan niet ernstig ziek wordt en in het ziekenhuis belandt. Besmet raken is natuurlijk erg, maar niet zo'n groot probleem als besmet raken en ernstig ziek worden en in het ziekenhuis belanden. En het ergste nog overleden, wat niet nodig is.